Zo, Koert-Jan. Je eerste sprong was zo waanzinnig mooi. Hoe ga je dat verbeteren? Nou, er waren gelukkig wel een aantal punten die ik daar wel zou kunnen verbeteren. Dus daar ga ik gewoon heel erg mijn best voor doen. Je moet je best doen, want er zijn een paar natuurlijk omhoog gegaan. We hebben echt iets laten zien. Het gaat om een plek in de finale. Ben je er klaar voor? Ja. Succes, man. Dankjewel. Je mag gaan zitten. Nou. We wachten even op het groene licht. Focus je. Word niet overmoedig. Bisschen später musst du. Du warst zu früh, dann machst du Ski so. Okay, bisschen. Hab ich schon gedacht. Ja. A little bit later. Okay? How are you? Okay. You can go. Wat gaat het op hard? Het is. Yes, hij ging goed, man. Super, super, super. Jeetje. Hij was, naar mijn mening, nog veel mooier dan die vorige. En als die skis omhoog gaan, dan heb je ook het gevoel dat je vliegt. Gaat vliegen. Yes. En dat is de bedoeling. Natuurlijk. Ja, helemaal top, man. Helemaal top. We gaan eventjes vragen aan de jury wat ze ervan vonden. Peter. Stukken betere timing, maar je hebt nog meer reserves. Ik denk dat jij nog 8 meter verder kan. Maar dan moet je die benen doorstrekken. Oh, kijk, ja. En maar hoeveel meter heb ik gesprongen? We gaan de meter zien hoeveel je gesprongen hebt, Koert-Jan. Oké, ja. 19,5 meter. Haha. Met de punten van de vorige bij staat 44,5. Dan sta jij op 64 punten totaal. En dat is hartstikke mooi. Yes, oké dan. Een applaus voor Koert-Jan. Ja, jongens, het is toch prachtig dit.